En dan nu? Hallo kijkers, als je burgemeester bent geweest van deze stad en je gaat een keer dood, dan krijg je een straat naar je vernoemd. Als je als wethouder iets leuks doet in deze stad, dan wordt er geen straat naar je vernoemd. Maar daar kan verandering in komen. Ik heb het volgende bedacht. Er worden in Nijmegen-Noord allerlei nieuwe straten aangelegd, daar kan best een wethouderbuurt bij. Ik geef wat voorbeelden voor eventuele straatnamen. We hebben hier bijvoorbeeld de Hannie Kunstweg. Zij ruimde historische restanten op. Of de Hannie Kunstweg. Zij bracht parkeerplaatsen aan op kunstwerken. We hebben hier de Bert Jeneweg. Hij noemt belastingverhogingen bezuinigingen. We hebben de Turkai Tankierweg. Hij schafte de subsidiebanen af. We hebben hier de Jan van der Meerweg. Hij was eerst tegen en toen voor de donjon. En dan hebben we natuurlijk de Bert Vrinks hoeft nog niet weg. Die heeft nog het voordeel van de twijfel. En tot slot de Henk Beerteweg. Hij schafte verkeerde parkeerautomaten aan. Uiteraard kan er natuurlijk ook een wethoudersweg komen, want ze hebben allemaal gemeenschapsgeld uitgegeven aan een neptoren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Nou, hier zou ik al willen wonen.